Welkom bij FrontRow. Vandaag de gast Kit. Hi. Hoe is het? Hoe? Goed. Goed. Dank je om mee te hebben. Dat is heel graag gedaan. Ja. Uh, je hebt net een paar nummers gebracht, daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Yes. Uh, maar eerst even voor de mensen die u nog niet zouden kennen. Mm -hmm. Wie ben jij? Stel je even voor. Uh, de mensen die mij niet kennen: uh, mijn naam is Kit. Ik ben een artiest uh, uit België. Um, figuur? Uh, ja, nee, uh, ik maak ook kleren. Uh, ja. Dat is eigenlijk zo. En als het, met betrekking op jouw muziek, wat voor muziek maak je? Um, hip hop, zou ik, I would label it hip hop. Het is hip hop, maar het is niet alleen hip hop, het is niet alleen rap, ik zing ook af en toe en uh, een beetje van alles. Ja. Hoe zou je je situeren binnen de Belgische hip hop scene? Hoe zou ik me situeren? De um, beste Engelse rapper. <laughs> We gaan misschien even terug naar het begin. Um, hoe is het voor jou allemaal begonnen? Die liefde voor rap, voor hip hop, voor muziek. Ja. Ik heb eigenlijk gewoon altijd van hip hop gehouden, sinds kleins af aan of zo. En uh, toen ik elf jaar was, was er een vriend van mij. Uh, zijn naam was Dogan. Shout-out naar Dogan. En die zei tegen mij van, wij moeten rappen op deze beat. En ik had daarvoor nog nooit gerapt. Uh, hij wilde zo'n challenge doen. Toen uh, heb ik dat liedje gerapt en sinds die dag ben ik nooit gestopt eigenlijk. Heb je dat nummer ooit uitgebracht? Nee. Nee, nee dat was echt slecht. Okay. was echt eigenlijk... dus niet uitbrengbaar nee nee nee, nee, is, nee. Het was zo freestyle ish mijn Engels was kak toen en, uh, ja. ja want nu is het uw Engels Heel super beter. je zou niet zeggen dat je ja. uit België Thank komt um, was, stond het altijd al vast van ik ga in het Engels gaan rappen ja ik heb dat altijd geweten want ik heb zo uh, ik, ik vind niet dat ik klink, klink goed klink in het Nederlands ik ik heb altijd gevonden van ik klink beter in het Engels ik luister ook naar Engelse muziek. Ik vind het ook een wereldtaal. En ik heb altijd gedacht van als ik het over heel de wereld wil maken, dan moet ik in Engels rapper. Dat mm -hmm. heb ik altijd al gehad. Dus, ja. Ja, 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 want is dat een droom om het ooit Zeker. internationaal te maken? Ja, ja graag. Ja. Ja. Um, wanneer had je dan zoiets van, oké, okay, ik wil dit gaan doen, ik wil muziek maken en ik wil daar ook van gaan leven. Ik heb daar eigenlijk ook sinds jongs af aan heb ik nooit iets anders willen doen. Ik was echt die jongen die in de klas zat, uh, die op mijn mappen op de zijkant de tekst was aan het schrijven. En ik, ik was altijd aan muziek aan het denken. Ik heb ook nooit een plan B gehad of zo. Ik heb altijd dit willen doen. Ja. Want in het begin gaat dat natuurlijk niet als, als fulltime job. Nee. Um, ben je daarnaast ook nog ben je daarnaast blijven werken? Ik heb alle, alle jobs mogelijk gedaan. Ik heb magazijnen gedaan. Ik heb standaard boekhandel gedaan. Ik heb telefonie gedaan. Ik heb zelf op een fucking broederij. Onkruid. Getrokken uit. Ik vind dat belangrijk. Ik vind dat, ik vind dat goed. Dat houdt je humble. Dat houdt je, je down to earth. Het is belangrijk om te werken. Het is niet zo... Ik ben geen fan van mensen die gewoon willen rappen en daarnaast niet gaan werken. Want dan breng je jezelf in de problemen ofzo. Ik was gewoon altijd die guy die ging werken en na mijn werk naar de studio ging. Ik had ook vaak instanties dat ik al famous was en dat ik nog steeds werkte. Gewoon dat ik uh, was aan het werken en ik hoorde mezelf op de radio. En niemand wist dat ik dat was. Maar ik zei ook niks. Uh, of dan was het zo Marathon Radio met Stu mm -hmm. en dan roep je die mijn naam af, maar dan sta ik ondertussen wel in het magazijn zo bloemen te trekken en dacht ik van damn, my life is so weird. Maar ja het is, wel, uh... ja, het is wel nice om dat meegemaakt te hebben. Ja. Dat houdt mij altijd uh, scherp en gefocust. Oh, die voetjes op de grond. Ja, ja. Heb jij ook altijd steun gekregen van thuis uit? Nee, niet altijd, uh, want mijn ouders, Afrikaans, uh, maar die, die, die hadden zoiets van, er zit geen geld in muziek. Die kennen niemand die geld heeft gemaakt van muziek en die zagen dat is een heel onzekere toekomst. Dus dat is een beetje moeilijk om je zoon 100% te steunen als je niks ziet. En, uh, maar vanaf dat heb ik gezien dat het werkt en de shows komen en zo, dan waren die cool. En very supportive. Nee. Ja, en nu dus ook. Nog ja, steeds. Sowieso. Ja. ja. Um, je hebt dan besloten: van, kijk, ik ga een project opstarten Kit. Van waar is die naam gekomen? Heeft dat een bepaalde betekenis? Iedereen noemde mij altijd Kid. Dat was altijd Kid Ice ik weet niet waarom dan was het young kid en één dag waar ik gewoon kid houden. ik ga naar Google en ik typ kid in maar er is gewoon allemaal foto's van random kinderen <laughs> dus, en ik dacht zo ah ik moet uh, uniek zijn en ik heb gewoon de i weggedaan en de e super uniek ja super uniek goed gevonden goed gevonden nee. uh, van waar komen nu inspiraties van wie luisterde jij Naar wie luisterde jij toen jij klein was ik ben wel heel Um, influenced by the 90s. Um, alles eigenlijk dat je toen op MTV zag en zo, um, Missy Elliott, Jay-Z, uh, Red Hot Chili Peppers, niet alleen rap of zo. Zelfs uh, Britney Spears en zo. Zeiden dat videoclips echt crazy waren. En muziek echt goed was, vind ik. Die tijd ben ik echt, is echt super inspiring voor me. En door wie, door welke artiest ben je zo heb je gezegd van kijk, ik wil het ook gaan maken in de muziekwereld? Toen ik jong was, de artiest die mij het meest zelfvertrouwen gaf was Kanye West. Ja. Want hij predikte dat ook van geloof in jezelf en, en, en doe het gewoon. En, uh, hij, het, ik was uh, echt een Kanye West fan. En, en wat maakt een rapper, wat maakt Kanye de beste? Wat maakt hem de beste is uh, gewoon wie een fan is van Kanye West is een fan van zichzelf. Ik vind het nice dat hij um, een batterij in de rug van uh, zijn fan steekt. En, en zo advocate van uh, vertrouw in jezelf, durf dingen te doen. Dat vind ik wel cool. Daar heb ik altijd naar geluisterd en dat heeft wel, zo, wel een deel... Dat ik zo ben. Dat is de reden dat ik zo ben, bedoel ik. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uh, ja, je hebt inspiratie gehaald van, ik ga niet even andere artiesten, dan ben je beginnen schrijven. Ja. Je hebt intussen vier EP's en één album uit. Um, hoe gaat dat bij jou? Hoe begin je aan, aan, van begin, het schrijfproces, tot eind, totdat je het uitbrengt? Um, ik zit meestal gewoon altijd in de studio. Ik doe, ik doe niks anders. Ik ben eigenlijk een studiorat. Ik ga niet feesten. Ik ga niet... Ik zit gewoon altijd in de studio. Elke dag. En ik neem gewoon op en dan op een bepaald moment heb ik een zicht van oh, ik wil een EP doen, of ik wil een project doen, of ik wil een single droppen. En dan werk ik gewoon daar naartoe. Maar ik, ik, ik probeer mezelf op te sluiten in de studio en daar te blijven gewoon. En doe je en dat alleen? Niet altijd alleen, met verschillende mensen met wie ik werk. Uh, Chucky Beats uh, en zo, uh, BBL Simeon. Er is zijn, een heel netwerk van producers in België. Ik kan ze niet helemaal opnoemen, want ik zit hier nog tot morgen. Uh, waarmee ik gewoon samenwerk en ik heb zo mijn go-to's. En uh, dan ga ik naar daar, en dan ga ik naar daar, en dan zit ik daar, en dan pak ik een vibe hier, en dan, ja. En uh, mijn schrijfproces is gewoon... ...day-to-day, -day. Uh, niet alleen mijn leven, soms verhalen vertellen, maar het is gewoon zo. Ik probeer het wel echt te houden, of zo. Mm -hmm. ja. En wanneer is een song voor u goed genoeg om hem echt te gaan releasen? Ik voel dat gewoon, dat is zo'n feeling. Ja. Dat is echt een... Ik, ik ben... Ik ga heel af op mijn feeling. Zelfs van uh, het, het instrumentale. Ik moet het echt voelen. Dus uh, ik, ik ben niet zo. Ik ben moeilijk in een box te steken, want ik zing en ik rap en mijn beats zijn heel verschillend. Want het is gewoon want als ik het voel, dan, dan ga ik eerder iets op doen. Ja. En hoe stressy is dat nog voor u om zo'n album te releasen na al die jaren? Het is wel stressy hoor, want, ja? want uh, er komt wel veel bij kijken of zo uh, bij een albumrelease als je als je dat 30 wilt doen, er uh, komt er wel veel bij kijken. De creating process is the most fun part. En Daarna komt alle logistieken erbij kijken: van hoeveel platen gaan we drukken, wanneer gaan we dat droppen. Welke zaal gaan we boeken, hoe gaan we de fans engageren en zo. Dat is wel een beetje marketing en hoofdpijn, maar dat hoort er wel bij. Mm -hmm. so. mm -hmm. We moeten dat ook nog hebben over je laatste album, je ja. meest recente album van Belgium with Love. Wat moeten we daarover weten? Uh, alles. Ik zou zeggen tegen de mensen, als die dat nog niet hebben gehoord, van gaan luisteren. Uh, het is mijn eerste album dat ik heb gedropt na vier EP's. En ik heb mijn hele hart het is de beste muziek die ik heb gemaakt, vind ik dus. Ja, je hebt daarnet ook een nummer gespeeld ja. van de plaat, van Belgium with Love, intro. Ja. Over wat gaat de song? Uh, dat gaat over de onrechtvaardigheid in België, um, de Black Lives Matter um, toestand. En, uh, ja, ik was gewoon heel gefrustreerd en ik kwam allemaal kwijt in een trek. Het, ja, het is wel een gevoelige trek of zoiets. Het is, het is een heel eerlijk album geworden, heb ik het gevoel. Ja. Hoe belangrijk vind je die, die eerlijkheid tegenover jezelf, tegenover je fans? Ik vind dat wel heel belangrijk ofzo, want... Like, Oké, okay, af en toe moet je muziek hebben om, je, om te dansen en om je geen zorgen te maken, maar ik vind het ook wel nice als ik soms een liedje hoor dat me echt pakt, dat ik echt even moet nadenken erover. En ik, ik, eerst, ik heb dit album gemaakt gewoon om mensen te laten nadenken van... Om hun... Om hun... Te verplaatsen in de schoenen van iemand anders. Mm -hmm. Van een allochton die in België leeft. Want we hebben het niet altijd even makkelijk Het is er niet slecht. Dat weet ik. Relax. <laughs> <Alex. lacht> want je hebt het over onrechtvaardigheid. Ja. Um, heb, is dat iets dat je zelf ook heel veel hebt meegemaakt? Zeker en vast. Ik denk als je zwart bent en je groeit op in België. Ik heb dat zo vaak meegemaakt dat ik een super dikke huid heb. Dat doet mij niks meer of zo. Um, maar ik wil gewoon mensen aware maken. dat, dat Ver van je bedshow is. Mm -hmm. Als je ziet dat in Amerika die, die riots en zo gebeuren. Het is hier niet zoveel beter op. Mm -hmm. het is in een land waar nog steeds. tot twee jaar geleden dat Zart Piet was. superbelachelijk. Dan denk ik zo van ja. sommige dingen moeten we gewoon besproken worden. Want ik vind het dom dat mensen zijn aan het. Like, what are we arguing about? Pigment. Mm -hmm. Snap je? Ik, ik snap gewoon racisme op zo niet per se. Wow. En kunnen mensen zich vinden. Even hoe belangrijk vind je dat mensen zich kunnen relaten, ook met uw thema's, met uw, met uw nummers? Ik vind dat heel belangrijk, van alles. Uh, toen ik die uh, track had gemaakt, die intro, had ik twee jaar voor mijn album al. Mm -hmm. um, dus voor ik zelf wist dat ik een album ging maken, maar ik heb die track bijgehouden, want ik was me aware van, ik kan deze track niet zomaar droppen. Er moet een groter verhaal aan zijn en ik moet ook, de timing moet ook kloppen. Ik heb dat liedje geschreven toen, uh, toen het... Uh, voor Sanadia, de, riot, de, protest, de protest. Black Lives Matter. Ja, de ja. Black Lives Matter-protest. Dat is uitgedraaid op een riot, omdat tien mensen wild waren. Uh, die dag heb ik dat geschreven, want ik kon niet naar daar gaan. En Ik zat gewoon vol frustratie. En die dag heb ik dat liedje gemaakt en ik heb dat bijgehouden. Het wordt het perfecte mm -hmm. moment. Maar ik ja. vind dat heel belangrijk: Dat is alles. Uh, de feedback van de fans. En als je ziet dat mensen echt. Uh, de, de, de broer van Sanadia heeft me Gestuurd, zelfs van, Echt? Ja. Oké. Okay. Echt van dank je dat je deze hebt gemaakt en uh, dat je mensen eraan herinnert. Dus dat is het biggest compliment dat ik kon hebben. Ja. ja. Wat is het grootste compliment dat je ooit al hebt gekregen? Het grootste compliment dat ik uh, live een monster ben. Echt? Ik vind dat wel leuk. Want ik doe al mijn best voor mijn DJ. DJ Jones. Ja. Want hoe belangrijk zijn live shows voor jou? Ik, ik vind dat heel belangrijk. Want, uh, dat, zo, dat kan een artiest maken of berekenen. Snap je? Uh, stel je voor dat een fan van. Um, ik zeg maar iets, die is dood, maar Michael Jackson. Mm -hmm. En dan zit je die live en dan sukt hij. Dat breekt alles voor mij. Ik zie vaak tegenwoordig uh, veel artiesten die goed klinken op de plaat, maar dan live is dat totaal niet dat. En ik vind dat live gegeven ook wel heel belangrijk. Ja. Uh, Want mensen die naar Kit komen kijken, ja. wat zien zij on stage? Backflips. Een backflip en een split. Nee, just af. Was. Ik wou vragen, je het te... nee, nee, zeggen? Uh, ik, ik ben gewoon heel energiek, ik ben heel honest en ik perform. Het is niet dat uh, ik ben aan het playbacken of ik ben gewoon... Veel artiesten hebben zoiets van, ah, ik ben aanwezig, wees blij. Ik sta hier en ik, ik, heb, ik heb dat ego niet. Ik kom echt performen. Ik, ik, kom, ik kom zweten en ik kom... I, I hope you have a good time. Mm -hmm. Ik hoop dat iedereen na mijn show nat is van zweet en echt met een memory naar huis gaat van wow, this was crazy. Hoe bereid je je voor op zo'n show Komt daar soms nog onzekerheid bij kijken, ook. bijvoorbeeld? Uh, pff, ja, maar ik heb het wel raar, want ik heb niet zo. Ik, ik word niet echt nerveus voor dat. Nee. Voor live performance. Want het is gewoon. Ik heb, ik heb dit altijd gewild sinds ik tien jaar was. Dus ik was die jongen die tien jaar uh, was, uh, met een fles deo in de spiegel aan het optreden. Dus ik heb dit echt gemanifest. Dus ik ben echt niet bang daarvoor. Maar echt, whenever it's camera time, I'm ready. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je, want voor zo'n live shows te doen, moet je ook wel, als er veel energie is, moet je ook fit zijn. Hoe houdt jij je fit? Basic fit. <laughs> nee, maar uh, ja, uh, uh, sporten, veel lopen. Veel mensen zeggen dat ik live uh, heel lang mijn nood kan houden. Dat is omdat ik loop en ik zing luid op okay. terwijl ik loop. Ik heb dat ooit gezien in een documentaire van. Gewoon op straat. Ja. En de mensen dus kijken dan dan van ze en denken van, what the fuck? Maar uh, ik heb scheid. Um, ik heb dat ooit gezien in een docu van Beyoncé. Dat zij toen, toen ze jong waren met Destiny's Child, die vader elke ochtend vijf kilometer liet lopen en die moesten luid op. Terwijl je, als je loopt, en terwijl je zingt, dat opent je vocal capacity. Okay. Daarom kan Beyoncé zo goed zingen. En even om het mij in te beelden, als we u zien lopen, welke song zingt je dan? Alles. Ik ben echt die guy die roept, in de sniklaas kennen ze mij. Ik, ben, ik loop echt door de straat al zingend, Superluid. En ja, dan zeg je die gast zo... Oh. Dat is hem. Maar heel veel energie tijdens die shows, uh, dat sowieso. Ja. Um, wat is het wat is belangrijkste? Hoe wil je dat de mensen naar buiten gaan na een show van jou? Welk gevoel moeten ze hebben? What the fuck? Okay. Ik wil echt dat je iets hebt gezien dat je nog niet hebt meegemaakt. En het is niet alleen mijn performance, het is de, de visuals, hoe mijn dj Annick en ik in sync zijn dat alles gewoon er zijn veel aspecten om een live show goed te maken en je kunt natuurlijk gewoon komen en je show doen op een podium en je geld pakken en weggaan maar ik, ik, ik wil echt een show geven. ik wil echt dat mensen daar iets hebben van wauw, ik wil kind nog eens zien mm -hmm. en echt zo dat is nu wel het ding of zo ja, ja. ja. want je hebt al op Pukkelpop gestaan bijvoorbeeld wat doe je het liefst op, op op een grote stage staan of liever intiem goeie vraag goeie vraag want we hadden ooit zo'n show ergens in Hasselt, in Olen ofzo, ik weet niet, fuck. En dat was honderd man, in een superklein kot, maar die kenden allemaal mijn liedjes. Ik was zelfs in shock, ik keek zelfs naar mijn dj, want fuck. En dat heb ik dan wel liever dan Puk of zo, want die, die kennen al mijn liedjes. Op een moment was ik zelf zo ontreurd dat ik zo, even niet. Want ik heb dat nog nooit, niet vaak meegemaakt, dat heel de zaal mijn, mijn liedjes aan het zingen Ik was echt zo gewoon, goed ik moet verhuizen naar Hasselt. Mm -hmm. Naar Hasselt. Dat is in Hasselt. Ziet jezelf ooit naar het buitenland eigenlijk verhuizen? Pff, niet per se, want ik heb zo, ik kan overal naartoe gaan gewoon. Ik, ik zou niet per se verhuizen. Allee, om internationaal door te breken dan. Om... Dat wel, dat wel. Maar ik, ik kan altijd, ik kan dat doen van het België, vind ik. Ik kan gewoon reizen en zo. Ik kom net terug van LA. Dus ik, heb altijd zo, ik kan altijd op en af gaan. Ik hoef niet per se te blijven. Want ik, heb niet, ik denk niet dat Gras Schröder van de andere kant is. Mm -hmm, mm -hmm. Dat lijkt wel zo, maar dat is niet altijd zo. Mm -hmm, mm -hmm. um, over die live-optredens. Je hebt al voorprogramma's gedaan voor Reggie Snow, uh, Denzel Curry. Uh, wie staat er nog op je lijstje? Om te openen voor ja. Kanye West. Ja? Yeah? Jay-Z. Kendrick Wat zou je tegen hem zeggen of tegen hen zeggen? Als je die zo zou je die Kanye West, doe normaal, bro. Uh. <laughs> nee, uh, uh, nee, ik zou gewoon. Ik weet niet, ik ben niet echt zo uh, fan de out of zo. Als ik iemand zie dat mijn favorite artist is, kan ik wil gewoon zeggen: Dankjewel voor die plaat. I really appreciate it mm -hmm. dagger voor mij. En ik zal gewoon doorstappen. Ik zou niet blijven plakken, ik weet niet. Mm -hmm. ja. op, 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 welke, op welk deel uit je carrière, op welke song mag een gebeurtenis zijn, ben je het meest trots? Als je nu terugkijkt? Ik mag toch wel zeggen die intro gewoon. Ja. Want het heeft echt wel even. Een shack gestuurd door het land. Dat was ook uh, in de krant en uh, overal op de radio. Ja, uh, yeah, dat. Want dat is een it's a real song. Dat is echt gebeurd. Ik vind het leuk als dat gebeurt. Mm -hmm. Mm -hmm. Liever dat dan, dan zo'n random liedje dat ik gewoon praten over drugs en whatever. Ja. Dan heb ik liever dat, dat ze dat pakken en dat vergroten? Dat vond ik wel nice. Ja. Ja. Want uw album doet het goed, uw songs doen het goed. Ja. Wanneer uh, ben je volgens jou succesvol als artiest, als rapper? Ik ben ook wel een beetje raar, want ik ben nooit blij of zo. Ik, ik, nooit blij? Ik ben nooit. Ik, nee, ik ben nooit tevreden. Ik blijf gaan gewoon Ik ben, ik, ik ben niet zo iemand die zo ja. super blij is met mijn accomplishments en daar twee jaar op blijft. Zo, ah, ik heb dat gedaan. Ik heb zo, ik heb dat gedaan. Next, what's next? Ik heb constant what's next, what's next, what's next. Dus ja, wat oh, is de vraag eigenlijk? Um. Ik weet het zelf niet meer. Nee, ik wil eigenlijk <laughs> beginnen over een andere song die je ooit hebt uitgebracht, Tokyo Drift met ja. Woody Smalls. Ja. Bijvoorbeeld dat heeft bijna 4 miljoen views op YouTube ja. um, Hoe belangrijk zijn views, likes, hoe belangrijk is dat voor u? Voor mij niet echt belangrijk. Betekent dat succes? Of? Nee, want er zijn mensen die 100 miljoen views hebben, maar geen zaal kunnen vullen. Soms zeg ik bedoel, mm -hmm. ik sta meer op real-life engagement met mijn fans en followers. Dat die Tickets halen en merch halen en show in real life. Views kun je faken. People do it every day. Mm. Followers kun je faken, likes kun je faken. Dus ik kijk niet eens naar nummers. Er zijn veel mensen die nummers faken op Instagram. Ik zie jullie. Ik ga je niet jullie namen zeggen. Man. Maar hoe belangrijk is die echtheid tegenover je fans? Ik vind dat alles. Want die zijn niet dom of zo. Snap je? Als je licht tegen hen of zo, niet genuine zijt, die gaan veel. En uh, daarom vind ik wel zo... You gotta be honest and transparent and just be you. Ik ben gewoon mezelf. Ik kan niet... I can act like something just to please somebody. Mm -hmm. Dus ik vind dat wel alles. Ik vind dat heel belangrijk. En als je eerlijk bent met jezelf, uh, je bent nu... Hoeveel jaar bezig? Hoeveel jaar bezig? Tien jaar of zo? Als je nu gaat kijken naar binnen tien jaar, mm -hmm. wat wil je dan bereikt hebben? Goh, Als ik binnen tien jaar nog heb moet iemand me echt neerschieten. Is dat niet iets yeah, dat je nog heel je leven wil doen? Kijk, dat is ook zoiets. Alles heeft een, 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 een expiry date. Niks is voor altijd. Dus ik wou nog even rappen en zo, maar er zijn, zoveel meerdere, er zijn zoveel meer dingen dat ik wil doen. Ik wil kleren designen. Ik wil um, winkels openen. Ik wil restaurants openen. Ik heb heel veel ambitie. Uh, ik vind zo'n muziek is mijn springplank. To get in there. Mm -hmm. uh, en yeah. what's next dan? What what's is het next is gaat doen? the merch. The clothes. <laughs> En I might een restaurant somewhere because I like food. Ik kom in eten. Uh, wat, wat ga je maken van eten dan? Wat ga ik maken van eten? Dat gaat het een mix zijn van Afrikaanse keuken en Europese keuken. Niks. Waar? In Snyklaas? Een naam? Antwerpen? Nee. Maar mijn moeder kookt wel al en zij, zij, zij heeft een catering business. Afrika cuisine. Uh, <laughs> even zo uh, dus dat zal mijn haar zijn. En uh, ja. Zij verkoopt ook in Sinn Klaas de ballonfeesten. Ja. Twee dagen, in september drie dagen. En ze verkoopt er supergoed. Dat staat er lijn aan haar tent altijd. Oké, okay, maar voordat we aan het restaurant zijn en aan het eten, ja. uh, misschien even de nabije toekomst. Ben je van plan om nieuwe muziek te releasen? Ah ja, zeker en vast. Dat heb ik heb nog niet gedaan. Ik, 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 ik ga nieuwe muziek erop. Ik kan gewoon niet zeggen wat en hoe of wat. Maar het komt er wel ASAP aan. Dus je mocht ik moet niks zeggen. Je zo, ik moet een beetje teasen, snap je? Ja. Er komt wel heel veel, heel veel nieuwe muziek aan, want ik ben even stil geweest met okay. mijn album. Heel veel? Heel veel nieuwe muziek aan. Dat is het meest wat ik kan zeggen. Oké. Misschien om af te sluiten. Heb je nog een boodschap voor de kijkers? Ik heb een boodschap voor de kijkers. Heb uh, meer liefde in jullie hart. En... Have a good day. En... And, and get some merch. Highhostmerch.com. Uh, <laughs> and follow me on Instagram. KidsTagram. En... Liefde gewoon. Dat is alles. Ik heb niet echt iets te zeggen. Dat is mooi, maar liefde dat is Liefde is belangrijk. Daarmee heb je al eens gezegd. Yes. Dankjewel, kids, om hier te zijn. Dankjewel. Echt heel fijn. Yes. Um, en tot de volgende. Tot de volgende. Gaan we high five? En? Yes! Dit was Front Row. En in de volgende aflevering neemt de jongste gast plaats in onze mooie zetel, de MM Rising Star van 2020, Rafa. Tot dan. Tot Front Row.